Ik heb me eigenlijk nooit zo in een field als je wil. Maar ik heb wel de kerst ik wil in een field een heel, heel happy field. Dat is, het is net zo dat je net blij bent als je erin bent. Maar ja, op het moment dan niet was ik iets van ik wil een huis thuis, toch? Ja, dat is dan net leuk, maar ja, dat moet ik gewoon trainen. En dat moet ik gewoon troubleloeren. Dus en zo ben ik, dat is mijn karakter. Ik bied me ergens in vast en ik jou gewoon eigenlijk net op. Dit is een wienvleugel. Die zit in het slagwerk. En die remmet het als de klok slaat. En dus hoe stit ze er net in, hè? Dan begint hij heel snel te slaan. Dus ding, 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 ding. En deze zorgt ervoor dat hij regelmatig dus ding, ding. Dus een soort van weerstand. Wat voor materiaal is dit? Dit is messing. Ja. Dat de lol van de klokkenmaker, het materiaal waar mijn werk ja, weet ik niet. Voor mij, natuurlijk, ik bedoel, ik werk ik wel mijn hout, wist hoor. Ik ben meubelmaker geweest, dus voor mij is dat wel, vind dat ik mooi. Maar, tje, wist je wat het is gewoon mooi om wat te maken. Als het just, ik ben hier maar begonnen. En dat is, ik zal het wel even bijpakken. Lekker dan wel, hè. Nou, hier heb ik het. Tja, als je maar begint, is gewoon een stuk staf. Voor jou ook aan het stafmateriaal. En zo kepen ze het gewoon, ik alleen in grote lengtes. En als je nu uiteindelijk dit hebt, ja, en steekt er wel heel veel tijd in, maar het is wel mooi. Mijn hele werkplaats wordt wel, vooral dit hele gebied hier, waar al mijn materiaal en al mijn machines in, dat wordt dan, zeg maar, dat wordt hier mooi, weet je wel. En ja, soms zit ik wel op een werkbank, soms kan ik echt een uur hier zitten en in je ding vielen. En dan, ja, dan begint hij daar wel helemaal op in te focussen. En dan juist ik volle meer ding, weet je wel. Ik bedoel, dat ik het dan duizend jaar, dus ding netje en die ik wil zeg, maar dat is ik niet vaak, weet je wel. Omdat ik er oer naar zeg en ik weet waar de fouten zitten, of je snet, weet je wel, of iets wat heel... heel wat juist heel goed is doen. En ja, dat is wel. Daar begint op een gegeven moment in die. In soort van flow, wist hoor. En dan giet het ik gewoon lekker. Dan giet het gewoon trof, wist hoor. En dan krijg je gewoon de tier verliezen. Dan verliest de tier. En dan ben je gewoon oeren bezig. En dan, ja, dan heb je een soort van fijn gevoel.
We zijn hier in Zuid-Londen, West Norwood. We zijn in de Clockworks. De Clockworks is een collectie van elektrische klokken. En de eigenaar is James Nye. Ik ben gewoon eigenlijk gewoon zelfstandig ondernemer, ZZP'er, hoe ze het maar nemen wordt. Ik werk hier gedeelte voor hem. Dingen die kocht worden en die ophong moeten worden of die moeten repareerd worden of wat dan ook maar. Dus dat doe ik alweer. En dat mag ik zelf indelen. En de rest werk ik voor mezelf, dus ik heb mijn eigen klanten in stand. Zo. James had een van de beste collecties van Europa. Zo, vierens wij weten er geen oormuseum waarbij ze alleen nog elektrische klokken hebben. Dus het is puur elektrische klokken. Dus binnen de klokkenwereld is de elektrische klokken maar een heel iets onderwerp. Ik bedoel, er zijn al honderden jaren binnen er al klokken, maar elektrische klokken binnen maar nou ja, een liedje 1200 jaar, wist je wel. Dus dat betekent dus dat het maar een heel iets gedeelte is. Maar dat is wel een heel soort gebeurd. Dat is heel belangrijk geweest voor de industriële ontwikkeling. En ja, een soort achterwaai kwam. En dat vertellen wij eigenlijk een beetje, wist je wel. Wij een soort meisje die komen vanuit de hele wereld. Ik hier van een week in Australië roer. Ik hier hoor twee Amerikanen hoor. Maar ik ben in Europa natuurlijk. Een soort verzamelaars, meisjes die een keer van de jet hebben. Maar meisjes die lijst komen, die komen in de buurt waar die hebben ze ooit eens een keer ergens stikje uur lezen en die zei van, je moet ook een keer sharing. Die weten helemaal niks van klokken aan. Die komen hier dan binnen en dan heeft een heel verhaaltje in het genie dan iemand die er afstand van heeft. Dus ja, het is gewoon heel divers en het is gewoon heel leuk, wist je toch? En meisjes zijn altijd verstandig versteld van dat wij hier zitten. En dat is op zich wel heel grappig, want ja, het zit wel een beetje verstoppen. Maar dat jij er een beetje bij, denk ik. My dad is a clockmaker. Okay. So I used to be a furniture maker in Holland. I studied for furniture making in Amsterdam. And then my dad had always been a clockmaker, so I've been growing up with clocks and I started working with my dad over the weekends. And then I got very interested in it and then I went to West Dean and I studied there for 3 years and came to London. Ik ben in mijn tweede jaar heb ik ben naar Greenwich West, naar de Royal Observatory. En daar hing ze, ik is nog een leiding en toen werd er verteld van waar zie ik je eigenlijk, zie je niet een replica kameraatje. Ja, dat hebben we voor Jim. Zo werd dat een beetje tussen, een beetje gekscheren, werd dat een beetje saai, wist je wel. En ik nam dat heel serieus op hier. En ik zei het ze niet, jongens, bij mij op de terugreis. Ik zei, dat liep me wel wat, wist je wel, dat ken ik wel. Dus die vinger ging omheen. Ja, en ze zei, nee, joh, dat is net waar, jongen, dat ken het en de vierst volle werk en weet ik veel wat al. Ja, maar misschien mijn hart is klokmaker en die maak ik altijd klokken. Dus toen ik zie, wie is toen al achter de draaibank. Dus voor mij is dat normaal in die zin dat het net onmogelijk is. En ik zei, dat ging niet waar en ik laai dat voor in mijn leraar. En ja, daar heb ik wel heel enthousiast op gereageerd. Nou, dit is hem. Dit is de klok die ik maken heb. De Tompion replica. Hing hier aan de rechterkant. Ja, het is mooi om te zien. Het is mooi om te zien dat het hier op dit plak is. En dat het, ik ken het eigenlijk soms net lopen dat ik dat maken heb. Want het is, als het dan als een geheel shirt en denk je, ja, er zit een soort tijd in. Een soort.
Jongens, ze is op bloed, zweet en tranen. Zo. Ze moesten maar een beetje omschroeven. En om dat dan hier te zien is toch wel, ja, wel een goed gevoel. Wel mooi, ja. If you ever need somebody to clean that clock, then I'm happy to come in and do that on a voluntary basis. On a voluntary basis? Of course, yeah. Take you up on that. No, that's fine, yeah, of course. And what would be nice, actually, is if we were to actually rig up some sensors and do some testing. Sure. Publiciteit is voor Westdienig heel belangrijk. Dus wat kiest, als je zo'n groot project onderneemt, dat uiteindelijk die klok, altijd al je voltooid is, in het Royal Observatory komt te hangen en er komen een miljoen mensen. Dat is net alleen voor mij goed, dus ik voor Westdienig goed en voor de band tussen Westdienig en de Observatory, tussen de museums. Zeg maar. Dus ja, dus dat is gewoon heel belangrijk geweest. En daardoor heeft wel een naam bekendheid. En het een soort mensen die kennen die in één keer, ik bedoel, als het nou leuk vindt, dan net. Meest gaan weten wie het ook best, omdat ze dan niet een keer die klok maken is. Want ja, het wordt wel gepubliceerd natuurlijk. Dus ja, op een gegeven moment de jongen die een tompje aan heeft elkaar gemaakt. Maar... We zijn hier op de Jouwer, bij mijn huid, op de zaak en mem. Maar ja, dit is de werkplaats van mijn huid. Ik ben hier vroeger opgegroeid, als lietse jongen. Tot hier een stolf om te beginnen verhuizen. Mijn huid die is hier al hoe lang? 35 jaar, 40 jaar? Bijna 40 jaar. Bijna 40 jaar. Dus, ja, in huid maak het vooral nieuwe klokken, dus moderne klokken en dan dat er dan helemaal van nou hetzelfde is, helemaal van nou niks wat maatje is. Dus van nou gewoon materiaal tot als het een klok heeft, zeg maar. En dat is echt dat naaibouw, weet je wel? En dan heb je dan zijn eigen hoeverk in, maar zijn eigen kost en heb je een heel eigen design van. Dus dat is typisch mijn huid. Ik zou denken dat ik gisteren ben en ik zeg het al hier, dan denk ik van, heeft het in je bloed zitten? Heeft het in je bloed zitten? Viel het zo? Nee, ik wil vroeger nooit klokken maken worden, dus... Nee, ik was net hetzelfde als in huid. Als ik jong beest. Nee, is dat niet? Nou, in huid met brandweer op politie geweest, dat is niet wel leuk geweest. Maar dit is een net, hij is klokken maken. Voest dat maar zo? Ja, tuurlijk. Maar er is nooit af toen toekomst in hetzelfde beroep als in huid? Nee, net op die leeftijd. Dat is een heel andere ding bezig. Ik denk dat het gewoon op een gegeven moment, vooral voor mij, omdat het op een andere manier dan, de crisis een heel soort mooi is, toch? Zonder dat het zelf droog is. De groeit erin op. En omdat ik altijd wel met mijn handen bezig weer wist, ook, dat vond ik altijd wel mooi. Iets mooitje en zo. Dan is het op een gegeven moment, ja, dan kon ik er wel achter wat die light dan was leuk vindt. En toen kwam ik er wel achter. Want ik werkte dan in het weekend voor in huid. Gewoon om het bij te verchillen. En dat lijkt me gewoon heel goed. Dat vond ik wel mooi werk. En toen, ja, dan begint dat op een gegeven moment wel boven te komen. Zo. Op een bepaald moment attendeerde Ian Johan op het feit dat hij dikke enkels zie. En vanaf dat moment vregende dat ik aan huis en is hij daarmee naar de huisarts gekomen. Wat weer het dan? Nou, een jontje, denk ik. Ja, dat denk ik. Ja, op een gegeven moment nog weer eens onderzoek. En toen bleek dat hij dus die
vertel een ernstige neerfalen en ernstig neerfalen hier. Neerziekte. Ja. Wat dat betreft gewoon ik heel hut. Ja, want binnen 2 jaar verleert hij dus zijn nierfunctie. Maar als dan het eerste jaar nog zus, dan gaat dat wel. Ja. Hè? En er werden telkens wel onderzoeken naar online. Maar ze zeggen gewoon dat het toch stapsgewijs minder werd. Van 100% en, naar 80, ja. Naar 60, naar 40, ja. Naar 20. En toen werd het 18. En toen zeiden ze van nou kreeg ik net volle minder. Hoor. Dan moest dialysering in. Ja, als je dialyseert, want dat doe ik. Ja, dan leeft eigenlijk op een nierfunctie van 10%. Nou, dat is gewoon, de fiatie gewoon altijd worden en de fiatie net lekker. En het is gewoon, het is eigenlijk een leven, met tropie en vooral dat dialyseren. En toen adviseerden ze dus, als er een nieuwe nier komen moest, dat er een familietransplantatie wel het beste weer. Vanaf het moment dat hij, dat bleek dat hij dialyseren moest, of dat er een crossover niertransplantatie komen kon, of een van uw familie, of wie dan ik maar. Nou, toen zei ik direct van, ik wil wel een, want ik denk dat wij wel een goede match hebben. En dat bleek ik zat te wijzen. En hij is in mij groeit. Dat hem, hè? Dus dat is het misschien... Het dichtst erbij. Ja, het viel het dichtst erbij. En gevoelsmatig dan. Hè? Het is van, dan kan het toch waarschijnlijk die match het beste wezen. En dat bleek in alles. Hè? Ja. Dus is te wachten dat het opereerd was. En dan wist het opereerd. En op een gegeven moment heeft hij vrijheid. Hè? En hoe is net om de dag naar het ziekenhuis te vliegen. Om daar te draaien om de machine te lezen. En dan naar huis te gaan. En dan direct op bed omdat het helemaal kapot is. Dus... daar heb ik even een paar maanden mooi proeven. En dat wie meer is genoeg, dat kan je over vertellen. Dus als dan, als dan het ziekenhuis het komt, als het opereerd bent, dan viel dat als een nieuwe start, wist je wel. En toen wist je wel heel erg bewust. Ja. Ik bedoel, na de operatie wist je mem er minder aan dan hij. Want hij knapte direct helemaal op. En je mem die moest dus op een gegeven moment... toch wel even een paar weken er of een maand roet wan om er weer wat bij te komen. Ja? En hij zei direct daarna van, adieu, ik ga naar Engeland. Ga maar, geweldig. We zien je die wel op als Tess is. En dan zien we wel hoe ze het doet. Ja? Ja, prachtig. Prachtig. Ik heb altijd een heel soort om mijn gezin of om mijn familie gehad. En mijn familie is gewoon altijd heel belangrijk voor mijn best. En mijn vrienden natuurlijk ook. Maar voor mezelf, mijn eigen drang om verder te gaan, was heel erg aanwezig. En ik kwam dan wel een beetje voor mijn gevoel uit een... vooral uit mezelf was dat een beetje een puinhoop weer. Die is een hele donkere periode achter die wiesel en het viel krijg ik ook weer op Nike kon beginnen. Als meesten net vregen naar die geschiedenis, omdat ze dat net weten, dan begint het eigenlijk weer op Nike. En het is maar de beste intenties vregen hier meesten naar mij, die mij kennen, van hoe is het mooi en wat. Op een gegeven moment dat op een gegeven moment begint dat altijd te spelen, wist je toch? En als er dan op een of andere manier afstand van kerst hebben, dan is het soms wel een beetje op adem komen, zo viel dat. Ik kan ermee beginnen waar ik eindigen ben, wist je toch? Die tier die ik voor hem ben, dat mis ik ook nog eens. Daar baal ik ook wel van, wist je toch? Er zijn wel bepaalde dingen die ik nog graag wil zijn en wat dan, of hoe wil het dan, of... dat gaat helaas niet, nee. Ik bedoel altijd niet patiënt, zo zie ik het. En als je een oorkeer van zegt, het is te snel tot niet, dan krijg je gewoon veel maar zo heb ik dat. Nee, er zit een stuk medicatie bij. En dan mis voor controle. Dus, er hoeft nog wat te gebeuren. En die Holland is die dan van wat is dit nou geweest, toch? Trouwens, dus wist dat het leven soms heel. Dat het gewoon.
in één keer heel oors kennen, realiseerde ik wel dat van ja, zo in principe viel dat als een tweede kans. Dan moet ik het er wel, dan moet ik er echt van genieten, dan moet ik er echt volop maar bezig, weet je wel. En als het soms een kans krijgt en is het kies net bovenop staan en of die pak net dan bij de hand aan, best letter speed van krijgt, die van oh, ik wil er aan met. Ja, daar ben ik heel fel op nou. Dus als er iets voorbij komt en ik denk dit is wat voor mij, dan ben ik er zeker ijs bovenop en dan word ik, ja, dan moet ik die kans ook pakken. Die drag is er heel erg, maar dat komt omdat het, ja, wat ik al in het begin al zei, het kan morgen voorbij wijzen, dus het ben nou alweer. Ja. Dit is een replica klok voor een Japans museum. En, het origineel is een Vlaamse klok die in de 16e eeuw is maken. Dat was een gift van de Spaanse koning aan de Japanse shogun destijds in 1611. En dat zie je nu in het museum daar in Japan. En ze wouden graag een replica klok maken hebben omdat het origineel. Ja, eigenlijk staat is om dat nog te hebben erin. Hè. Dus als zo'n oude klok heeft, dat wordt eigenlijk niet meer erin. Want ja, het steken hier, dan is het wel steken. Dan kies je dat weer. Dus er is gekozen voor een replica en dan kennen ze, ken ze die daarin. En dan kennen ze een tasje en hoe het werkt. Ik heb hier wat foto's van het origineel. Dit is de klok. Mooi de kast. En ze zeiden van ja, we willen graag een zonder kast van een kennis, kennen meisjes zien hoe het werkt. Haast over dit soort tafelklok? Ja, op zich is ze heel mooi en ik verbaas me er steeds weer over hoe die meisjes dat toen maken. Ik bedoel, het zien geen elektriciteit, de koers lang werk je aan ja, en dan koers bij een kerstkikker zitten. Terwijl ik hier al machines heb, ik heb stroom, ik heb lucht, en het is gewoon heel moeilijk om zoiets te maken. Dus ik, ja, er is een soort waardering voor, vooral voor dit, voor zulke soort klokken. Beheerst een opdracht aan die leven? Ja, absoluut, ja. Ja, op het moment wel even, ja. Ja, net dat ik het, net dat er altijd blij mee ben, maar ja, er is een bepaalde, hoe moet ik het zeggen, een bepaalde, er komt een bepaalde sfeerke, weet je wel. En dat is op zich wel heel goed, weet je wel. Dan ben je helemaal gefocust en de kies nog niet werkt aan en Dostin en ik kies er maar bezig en ik kies naar huis staan en sleeps en ik kies van niet werkt aan. En zeg ik dat gewoon de hele week terug, wat gewoon wel, ja, er komt een bepaald ritme, weet je wel. En dat is op zich heel fijn. En dat wist we die zelfs voor een bepaalde periode, wie zijn een kerst het wel loslitten, maar dat hele intensieve is gewoon wel. Ja, vind ik wel, dan best om die taal bezig is, hoor.
Clear? Clear.